It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aankondiging, want het is een soort van nieuwe serie. Want het is ook de enige serie die by the way op mijn kanaal komt. En het is Road to Life Team Damage, wat je al in de titel hebt gezien. Maar ik speel vandaag voor het eerst met de A94 om te kijken of ik hem daarmee kan halen. Stel dat ik hem vandaag haal, ik ga er niet vanuit, dan als ik hem haal, moeten jullie in de comments een wapen met attachments achterlaten. En wie weet kies ik jouw wapen dan uit. En als ik hem deze keer niet haal, ja, dan heb ik gewoon pech. Dan moet ik het volgende keer weer doen. Dus, zodra ik hem heb gehaald, moet jij een wapen in de comments achterlaten. En misschien dat ik daar dan mee ga spelen. Dus, als je dit een leuk idee vindt, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter me helpen. Met die enorm. En dan kunnen we gaan kijken. Wow, die spant gewoon voor me. Dan kunnen we gaan kijken of we hem vandaag misschien wel kunnen gaan halen. Ik speel bij de way op de map Hijacked. Dus we moeten gewoon even verstandig gaan spelen. Ik heb bij de way wel hardline aanstaan hoor, voor de mensen die dat zich afvroegen. Wat is dit nou voor Scar wat ik oppak dan? Ja, weer die Heracles. Oh, dat is zo kut, hè. Oké, we moeten dus wel... We moeten ongeveer 20 kills halen. Dan pas heb ik hem. Ik heb hardline aanstaan, dus geloof ik 19... Nee, of 18. Want het is... Volgens mij is het een 19 streak. Als jij me weer killt, hè. Weer... Van de 3 les die ik heb, is 3 keer die Heracles... De gozer die me heeft gekillt. Dus we gaan... Even kijken of het gaat lukken. Weer een kut flashbang op mijn bakkes. Komt die aanloop, ik zie je al staan. Let's go. Enemies hebben een UAV. Ook een counter UAV. Oh shit. Dit is kut. Oké, ik heb ook mijn UV, maar we zijn nog steeds gecounterd, dus daar heb ik niet zo heel veel aan. Weg hier, weg hier, weg hier. UV erin. UAV inbound. Dan kunnen we zien waar die enemies lopen. Kom maar naar binnen. Teammate, jongen, jongen, jongen. De enemies hebben ook weer een UV. Weg hier. Teammate, you guide maar uit. Bijna een orbital. Oh, mijn visa is binnen. Wat ben ik hier blij mee? Holy shit. Ik voel me altijd een stuk veiliger als ik zo'n visa in heb geroepen. Maar de enemies hebben weer zo'n kut UAV. Godver. Oh, zag hem liggen daar zo? Kom op, buis. We hebben hem. Een... Oh! Bijna! Serieus. Even jou mute hoor. Holy shit, wat had ik daar een geluk. Kom op, we kunnen makkelijk droppen. Die enemies gaan ook wel hard hoor. Nog één kill. Oh, de enemies hebben een AGR. Ik heb hem, holy shit. Woe, dit was een intensieve swarm, jongens. Tering. Let's go, oké. Okay. Jongens, dit wapen hebben we voltooid. Laat je om jouw wapen in de comments achter. En ik ben dood, door Kloentje. Oké, jongens. Laat dan nu in de comments jouw wapen met je attachments achter. En dan wie weet pak ik die er volgende keer uit. En dan gaan we kijken of we hem daar natuurlijk ook mee kunnen gaan halen. Holy shit, ik moest me wel even concentreren. We gingen 3 keer dood achter elkaar.
Dat is dezelfde persoon. Toen ben ik bijna nog eens een keer gekild door een Ska. Maar dat was een gozer met die hybrid site en die kon waarschijnlijk niet raak schieten. Dus daar heb ik wel geluk mee. Holy shit jongens, mijn slang gaat ook wel lekker. En ze hebben weer een UAV. Hoe ze dan komen, geen idee. Lekker swampy! Die koentje zit hier te campen, daar heb ik niet zin in. Oh, mijn teammate heeft hem al. Zo! Die gozer heeft even een triple met zijn grenade. Lekker gedaan. Oeh, lucky kill. Dit gaan we sowieso niet meer winnen. Nee, dat gaan we niet meer winnen. Alsnog hebben we wel fucking 35 kills. En de swarm, dus daar gaat het om. Ik ga niet om het winnen, als ik maar gewoon mijn swarm aan. Ik wil niet de final kill zijn, dus gaan we lekker naar binnen. Spannend hier achter. Nee. Ah, ik word herkend door Koentje. Misschien word ik ook door die andere mensen gekregen. Nou, in ieder geval jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. We hebben de swarm gehaald, dus laat jouw wapen natuurlijk in de comments achter. En wie weet, pak je eruit. Zou je dan ook dat hij natuurlijk heeft herkend. Dus, jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.